allemaal. Vandaag hebben wij een hele leuke video. We zitten namelijk samen met onze zus Serena van Hello. Beauty Lab. En we gaan vandaag een hele leuke video doen, namelijk de zus versus zus of de sister versus sister challenge. Ja. We hebben eigenlijk een soort van zelf verzonnen. Wat we gaan doen is namelijk, iedere zus gaat 4 vragen voorlezen eigenlijk. En dat kan over van alles gaan. En de andere 2 die moeten zo snel mogelijk op een belletje drukken en het antwoord geven. En dan natuurlijk hopelijk ook het juiste antwoord. Ja, en we hebben net besloten dat de verliezer de thuisbezorgd.nl bestelling moet gaan betalen. Want we gaan straks lunch bestellen. Dus degene die verliest moet betalen. We gaan de punten bijhouden als volgt. Elk goed antwoord die krijgt een punt. En als je een slecht antwoord hebt of een verkeerd antwoord, dan gaat er weer een punt vanaf. En dus, dan mag de ander krijgt dan ook nog de kans om het goed te beantwoorden. Ja, wie gaat er beginnen met vragen stellen? Wij hebben jou weer als gast op dit kanaal. Eerste vraag. Wat vind ik echt niet leuk om te doen? Ah! Weet ik niet. Weet niet. Huh? Het geluid staat uit. Oh. Nou. Opruimen. Correct. Oh ja. Had je die geweten? Ja, was eigenlijk al makkelijk geweest, maar ik wist hem net echt niet. Oh, ik dacht al van nee. Dat is echt mijn number one wat ik niet leuk vind om te doen. Okay. Opruimen en rekeningen betalen. Zijn jullie er klaar voor? Hé, hey, zo dichtbij. Nee, toch? Oké, deze is denk ik wel heel makkelijk. Noem 3 vriendinnen van mij. Wie was er nog eerst? Serena. Eerste vriendin is Jolie. Mm-hmm. De tweede vriendin is... Oh, nee, ik heb een blackout. Wacht even. Ik kan deze. Nee. Ga niet. Oh, 3. Nee. Oké. We hadden een timer moeten instellen. Giovanna. En Mirna. Ja! Oké. Zijn jullie klaar? Welk drankje bestel ik als ik in een bar ben? Wat is dit? Zowel al met alcohol als zonder alcohol. Oh, ik weet het eigenlijk niet. Ga maar. Meestal bestel je een colaatje. Als ik in een bar ben? Of wacht even. Als ik in een bar ben, ja. Niet alcohol en wel alcohol. Ja, bier dacht ik. Dat is correct. Ja? Yeah. Alright. Zijn jullie er klaar voor? Wat is mijn lievelingseten? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat is ik aan dat ik ja, je had het wel. Ja, maar ik weet niet wie. Jij zegt ik weet het niet. Ja, wat? Maar je blijft maar rukken. Oké. Okay. Soto. Wat? Niet? Ja, jawel. Ja. Ah. Ja, een van mijn lievelingseten. Ik heb meerdere lievelingseten. Maar wat is het echt je lievelingseten? Ja, ik denk het wel. Als ik zou moeten kiezen, wel Soto. Nee, ga weg. Want ik zit gewoon klaar. Jij zit ook klaar. Komt ie aan. Hoe heette mijn eerste vriendje? De hele app sluit af gewoon. Ik weet het, laat ik mij. Ik hoop, oké. Ja, zo? Oh, ik heb hem hoor. Eindelijk mijn punt. Joost. Ja! Nee! Niet? Nee! Dat wou ik ook zeggen. Nee, dat is niet zo. Hoe, heb jij geheimen? Oh. Wacht. Ja! Ja, rolt. Ja! Oh ja! Zo. Ik weet zo'n grietje, maar die kwam erna. Wat? Ik ben echt die jongen met die chihuahua. Gelukkig zie je het niet. Oh ja. Wat zijn mijn 2 favoriete kledingstukken? Je blauwe mom jeans van Urban Outfitters. Mm-hmm. Je nieuwe zwarte loafies jas. Ja. Met die fur van binnen. En... Maar je hoeft er maar 2 hoor. Oh, ik dacht ze 3. Oké, dan is de Urban goed. Mom jeans. Urban ik had alleen de mom jeans geweten. Op zich was de Vans Skate High was ook een goed antwoord geweest. En mijn Rebecca Minkoff tasje. Oh ja. Dat weten jullie denk ik echt niet. Hoe ziet momenteel mijn Instagram profielfoto eruit? Ik moet ook even checken. Wat zei je? Je hebt zeg maar een soort van witte top aan, maar met wel iets van een print op. Maar volgens mij is het meeste wit. En je foto is gewoon lachend, zo van de zijkant. Niet volledig recht. Ook niet helemaal zijkant, maar halverwege. En je haar ik ben ook onder de indruk, ik was het zelf gewoon vergeten. Oh ja, zie je? Ja, dat was een spiegelfoto van toen ik door Mifa Studio was opgemaakt. Het is heel knap en ik wist het zelf niet eens. Ik weet echt, die van jullie weet ik ook niet. Ik weet niet eens mijn eigen profielfoto. Niet zo dichtbij. Oké,
Wat is mijn favoriete vakantiebestemming? Je weet het niet. Je geweest, hè? Favoriete vakantie. Ja, waar je ooit bent geweest. Ja, die moeten jullie denk ik al weten. Maar ik denk dat jullie het fout gaan raden. Bali. Toch? Ja. Ja, ik had ook Bali gehad. Echt? Ja. Ik dacht, die liggen zo vaak in Bali. Het moet op zijn minst al een keer Bali zijn geweest. Ja. Als je zo vaak gaat. Oké. Okay. Ja, het is gewoon leuk. Allemaal leuke, gezellige hotspots. Lekker eten. Lieve mensen. Lekker weer. Lekker warm. Ja, warm. Warm. Zie, ik kan er niet eens bij. Ja, zijn jullie klaar voor? Ja. Welk gerecht bestel ik meteen als ik het op de menukaart zie? Ah! Hij is er weer af. Wat is dit? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Risotto. Ja. Ja. Risotto bestel je altijd. Of iets waar truffel in zit. Burrata vind je heel erg lekker. Toch? Gisteren nog gegeten. Moest het bestellen. Oh ja, lekker. Er is nog iets wat je volgens mij altijd wel bestelt. Mm-hmm. Is het nog iets anders? Ja, lamskoteletjes. Vind je ook altijd lekker. Ook, maar bestel ik niet per se altijd. Nog ik denk anders. Dat je hem wel weet. Oesters? Ook. Er is nog iets anders. Het is zeg maar gevouwen in een... Oh, je stiepan! Ja. Klopt het wel? Heb ik maar 2 vragen op? Ja, maar jij was niet zo goed op de regen. Ik ben gewoon niet zo snel. Oké, wat was mijn eerste baantje? Ik had hem, toch? Had ik hem? Postbezorger. Nee! Douglas? Nee! Dea! Nee, dat heb ik niet! Krantenbezorger dan? Ik heb net krantenbezorgers gedaan. Krantenbezorger? Nee, dat was, dan moest ik veel te vroeg op. Heb je bij brood gewerkt of zo? Wat? Nee! Oh my god. Ik kan me letterlijk alleen maar Douglas en YouTube bedenken nu. Ja, maar je moet ook even weten dat Serena zeg maar 5 jaar ouder als ik en 7 jaar ouder als Tara. Ja, dus toen zij ging werken... Was ik nog niet eens geboren. Was ik 10. Ik dacht niet na over dat soort dingen. Jij was 10 en jij was 8. Ik heb bij Scapino gewerkt. Oh my god, ja! Dat was mijn allereerste baantje. Klopt. En daar ging ik ook wel eens langskomen. Dat vond ik dan heel cool als je daar dan werkte. En daarna was Sas werkt hier. Daarna pas Douglas en Frederik Shop heb ik nog. Oh ja, Frederik Shop. Dat was het. Heel lang gewerkt. Ik heb punt aftrek. Voor allebei. Wat zijn mijn 3 guilty pleasures? Ja, maar jij klinkt als eerst. Riverdale. Is dat een guilty pleasure? Ja, vind ik wel. Het is echt heel slecht. Sorry. Hoe heet het ook weer? Jordy Shore? Gordy Shore? Jordy Shore. Jordy Shore. Ja, ik weet het niet hoor. Ik kijk het niet echt zeg maar vast. Dus het is zeg maar, het is wel best wel guilty, maar... Ja, ik geef ook nu een soort van hint, maar ik zou hem even een andere hoek bedoel gaan zoeken. Je bedoelt meer zoals... Iets wat ik echt, waar ik echt verslaafd aan ben. En wat inderdaad een guilty pleasure is. Ik vind Pretty Little Liars niet verslaafd aan. Kokkientjes, zoute haringen en M&M's. Maar zijn dat guilty pleasures? Nee. Wat is dan een guilty pleasure? Red Bull. Dat is sowieso. Hey, dat is er 1. Er is een andere serie die je misschien onder Guilty Pleasure zou kunnen doen. En die ik wel heel erg kijk. Ja, maar dat is toch niet Pretty Little Liars? Nee. Dat vind ik wel een Guilty Pleasure. Dat is afgelopen. Oh my god, ik ga een punt verliezen. Ik kijk nu op dit moment iets wat jullie niet kijken en wat ik alleen leuk vind. Is dat dan iets heel raars? Met een vet is of zo? Dat het dan een Guilty Pleasure is? Waarom zou ik het kijken? Ja, weet je niet. Zoiets als Temptation Island. Moet ik een hint geven? Oh ja, dat was mijn guilty pleasure geweest. Dat was Vampire Diaries? Ja. Oh! Ik weet eigenlijk de derde zelf ook niet. Ja, dan krijg ik daar een punt. Oké. Nee, maar ik heb hem zo vaak... Stelt het wel? Ja. Ja, oké. Okay. Wat is mijn lievelingskleur? Nee, je had hem eerder. Had ik hem eerder? Ja. Shit. Niet zo goed. Niet? Ik weet het wel namelijk. Oh, geel. Ja. Ah! Hey! Oh, nou, okay. Er is maar 1 duidelijke loser. Ik wilde zeggen, er is maar 1 duidelijke winnaar. Maar okay. Nee, wij hebben gedeelde eerste plek. Nee, je hebt gewonnen. Oh, heb ik 4? Oh, 4 punten. Ik heb er 3 en Tara heeft er 2. Maar ja, mijn voordeel is wel dat ik ouder ben, waardoor ik dit meer heb kunnen onthouden misschien. Oké, nou Tara. Dan moet ik betalen. Sushi. Nou, heb je nog niet genoeg van ons gezien op Serena's kanaal BeautyLab.nl? Daar gaan we ook een hele leuke video opnemen en dat heeft te maken met... Deze kits. Yeah. Die gaan we uitproberen. Dus klik eventjes in de beschrijving hieronder voor een linkje of in het scherm om naar Serena's kanaal en de video te gaan. En check die ook zeker. Nou, vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En op die van Serena natuurlijk. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video.
Doeg! Doeg.